Boer. Niet zo aardig. Mai. Aad Boer. Niet zo aardig. Mai. Maar het herstel is er ook. Van Lindgren. Ook daar dus een gelegenheidsduo. Lindgren met Bottiging. Want dat was toch niet wekelijks Bottiging. Van Aken. Van Aken en Mai tegen elkaar op. Ik dacht schouder tegen schouder, maar zo wordt dat niet beoordeeld. Mee is Peen. Mai met een aardige beweging. Maar de tweede beweging is er nou weer net één te veel. Maar kijk eens, omdat Marcel slordig is, kan Mahi de bal nu. Mahi met een aardige beweging. Maar de tweede beweging is er nou weer net één te veel. Maar kijk eens, omdat Marcel slordig is, kan Mahi de bal nu voorgeven. En moet hij eigenlijk afgemaakt worden door... Maar de tweede beweging is er nou weer net één te veel. Maar kijk eens, omdat Marcel slordig is, kan Mahi de bal nu voorgeven. En moet hij eigenlijk afgemaakt worden door de Leeuw, maar dat gebeurt niet. Groot. Slecht verdedigd door Marzo. Die gaf hem zo aan Sherry. En dus moet Marzo nu weer aan de bak met Mahi. En dat wint hij. In eerste instantie en in tweede instantie. Slagveer. Bottiging. Lindgren. Aangenomen door Mahi, die zichzelf een weg baant. Maar hoe ver is die weg? Die is heel ver. Oh, wat een... Goed aangenomen door Mahi, die zichzelf een weg baant. Maar hoe ver is die weg? Die is heel ver. Oh, wat een pech. Goed aangenomen door Mahi, die zichzelf een weg baant. Maar hoe ver is die weg? Die is heel ver. Oh, wat een pech. Goed aangenomen door Mahi, die zichzelf een weg baant. Maar hoe ver is die weg? Die is heel ver. Oh, wat een pech. Wat een geweldig mooie solo. Goed aangenomen door Mahi, die zichzelf een weg baant. Maar hoe ver is die weg? Die is heel ver. Oh, wat een pech. Wat een geweldig mooie solo is dat. De Roon nog een keer. Ja, door Bottiging, de man die... naar de bal tegenhield. Hoftreding. De Leeuw wint van Schmid. Maar uiteindelijk komen De Leeuw en Mahi er niet uit. Mahi. Vorige paas Bovenberg. Mahi. Balverlies Bruins, absoluut geen overtreding. Sherry dus. Liggende mogelijkheden voor Groningen. Nog wat iets te... Nog lopen veel er voor zijn ploeg niet in. Mahi. Daar is De Leeuw bijna. Hij valt voor Lindgren. Beste kans voor Groningen tot nu toe. Indraaiende hoekschop is wat aan de harde kant. Sherry. En dan is het rust. Van Nie. Daar is De Leeuw. Maar hier kleurt nog heel voorzichtig een corner. En die krijgt hij ook, ja. Is Mahi het duwtje al bestraft. De Leeuw en Mahi.
Koudaï. Paalsen. Koudaï. Drie man van AZ. En hij er tussendoor. Haï. Doet rustig aan. Alhoewel Kieftenbelt eigenlijk die bal al direct had willen hebben. Nu heeft hij dan toch. Maar hier bij Hoed. Hendriksen. AZ weet geen raad met de rol van Thierry. Daar komt Maai. Thierry, ja, knap gesprongen ook. Weg op het moment dat hij weg moet zijn. Maai. Thierry, Thierry. Thierry. Maai. Meegegeven aan de goede kant van Maai. Daar komt Kieftenbelt. Maai. Ja, dat kan niet anders dan zeggen aardig. Maai. Goedal. Maai komt. En AZ mag nu gooien. Maai. Een keer daar, daarna wordt er wat rotzooi naar hem gegooid. Dat is alweer verwijderd. En hij loopt. Goed. Richting de Leeuw. Die timed aardig. Maai. Rusnak. Ja, die heeft is er. Helemaal vrij is Maai. Hier. Ah, die moet inhouden nu. Maai. Ingreep Henriksen. Berghuis Henriksen. Thierry. Maai. Dat vergt een opknapbeurt. Johansson. Kimbring. Maar hier loopt die bal eruit. Maar Johansson raakt als laatste. Nee, blijft bij de 11 meter. Kieftenbelt. Kleine Johansson. En dan maar hier als laatste. Krijgt hem maar niet. Maar hier. Zo is het een kwestie van barsten of buigen. Aan twee kanten geworden. Er ligt nog steeds die speler van AZ. Terwijl Maai aan de gang is. Aan de gang is. Wordt er al genomen. En... voor het doel langs, waar geen keeper meer was. Durft hij het aan en loopt het goed af. Dan kan Groningen gaan bouwen aan een aanval met Maai, maar het is al voorbij. Ja.
Ingborp Groningen. Tippeling. Maai. En een hoekschop voor de Dari. Breukers. De bal gelopen door Maai. Pat. Bal opgepikt door Roesnak. Maai. Mooie beweging. Maai. Tegen de benen van Tjommer. Botteguin. Maai. Danst. Met de twee. Maai. Danst. Met de twee verdedigers van Heracles. Dat levert een hoekschop op. Vrijtrap. Overtreding gezien. Maai. Ah. Dat is mooi. Levert het ook wat op? Ja, want daar is Sherry. Mooi. Levert het ook wat op? Ja, want daar is Sherry. En die zit. En die. Roesnak nog steeds. Geen buitenspel voor Maai. Kan Groningen nog een keer toeslaan. Maai met de voorzet. Op het moment dat hij de bal heeft. Oh, ja. Tegenstander op de billen gespeeld. En in het overzicht uiteindelijk. Kieftenbelt. Schot geblokt. Sherry. Back zijn. Hij houdt zich goed staan. Zo, nog even het goochelen daar. En uiteindelijk de inworp voor Groningen. Goed staan. Zo, nog even het goochelen daar. En uiteindelijk de inworp voor Groningen. Knap. Maar goed gedaan. Eens te meer een uitstekende wedstrijd van Simon Tibbeling. Maai valt erg lekker in. Maai krijgt hij niet bij een ploeg. Dan is het 5 man van Groningen tegen 4 van Go Ahead. Hier is Maai. Misschien niet helemaal het moment voor zo'n actie. Kan soms ook wat functioneler. Kieftenbelt. Groningen heeft natuurlijk Maai ingebracht en ja, Maai, ja, nee, dat was Danny Hoek, Maai, ja, nee, dat was Danny Hoek, zit er heel dichtbij. Roesnak. Maai. Roesnak glijdt weg, jammer. Dat is weer een goede actie van Maai. Jammer. Dat is weer een goede actie van Maai. Tussen Maai en Duplan. Ach. Kali Susterboel. Kaart voor Maai. Herstelt zich dan, klemt de bal tussen beide benen. Willem Jansen. Ah, dit is echt een voetbalgevecht hoor, ik hou daar wel van. Heerlijk, Botteki. Klopt, Maai. Van Yves. Maai. Een minuut of 10, 15 was Utrecht de bovenliggende partij, maar nu, van nu. De Leeuw. Maai.
Tibbling. Daar komt Rusnak. Mahi. Hoessen net niet, maar Kiep wint. Van Nief. Koem. Kappelhof. Rusnak. Mahi. Mahi. Ruiter. Jongen, jongen, wat een slot. Heerlijk. Mahi. Daar is Hatenboer. Markiet was... Duplan. Tibbling. كورة يتابع ريكاردو فان نوين لحسن الحظ كان في المكان المناسب وجد الحل ريكاردو كيشنا وزع الكرة دون أن ينتبه لرفاق إلى الأمام بينما المرتدى لميمون ماحي هذا هو اللاعب البديل 20 سنة فقط لميمون ماحي هات بور مع ميمون ماحي ميمون ماحي دخوله أعطى الكثير ميمون ماحي يسدد ميمون عديل هل هو أقرب ميمون ماحي المهارات من ميمون المهارات من ميمون المهارات من ميمون ماحي أعطى الكثير في المباراة يتدخل إليها المرتدة المرتدة لميمون ماحي تسديدة يتلقاها الحارس بهدوء يبحث عن الأياكس عن الهدف الثاني ضعت الكرة على سيريرو خطأ في التمرير كان من يبحث عن فرصة التعديل سعيد كل السعادة سعيد كل السعادة في مباراة اليوم بالنقاط الثلاث تمسك بالأمل بتحقيق الانتصار لفريق أياكس أمستردام Mahi, Sherry. Daar verdedigt Ibarra mee. Is er een licht duwtje van Mahi. Hij de spits te komen. Hier is hij. Dan de bal naar Mahi. Het is geen buitenspel. Zijn eerste kans moet natuurlijk ook meteen raak zijn. Maar dat is hij op deze manier natuurlijk niet. Veel te zacht. Wat een kans voor Mahi. Dan heeft te veel tijd nodig. Daar zat Mahi tussen. Daar heeft Groningen uiteindelijk de bal. Goed gedaan. Van der Heijden in de fout. Mahi voor zijn tweede kans. Is het nu wel raak? Weer niet. Hij kan hem... Van der Heijden in de fout. Mahi voor zijn tweede kans. Is het nu wel raak? Weer niet. Hij kan hem breed leggen op Sherry. Hij kan hem zelf...
Van der Heijden wint van Mahi. Bottekin ziet dat De Leeuw verlengt. Mahi, nou, kans nummer 3. Voorlopig moet hij nog wachten op de bal. En daar is wel weer een schot. Geen probleem voor Rob. Het is Kerkeren terug op Asiente. Die wil niet te snel naar voren, maar hij lijkt geen andere keuze te hebben. Kon dan blij zijn met het fluitsignaal. Moet Sherry een luchtduel aangaan met Kasia. Dat kan niet de bedoeling zijn voor Groningen. Burnett zich warm lopen voor het geval dat het nodig mocht zijn. Naar voren gingen geven. Dat was toch een tijdje wat minder ging in die eerste helft. Mahi heeft De Leeuw natuurlijk voor het doel. Daar is De Leeuw, maar ook Kasia. Kuli allebei voor de bal. Bottekin heeft hem. De Leeuw nuttig. Daardoor hier Mahi. Het schot is aardig. Rome heeft dat los. Sherry. Vanaf deze plek wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Daar gaat Mahi. De Leeuw kiest positie. Daar De Leeuw. Daarachter komt Kieftenbelt. Bottekin. Mahi naar de bal. Wat over het algemeen toch geen slecht plan is om bij Groningen die bal aan Sherry te geven. Aardig balletje dit. Nu Kappelhof met de voorzet. Daar komt Mahi. Lastige bal. Wat over het algemeen toch geen slecht plan is om bij Groningen die bal aan Sherry te geven. Aardig balletje dit. Nu Kappelhof met de voorzet. Daar komt Mahi. Lastige bal. Islamovic gaat komen bij Groningen. Dat zal dan vermoedelijk voor Mahi zijn. Kappelhof is ook over. Kom maar. Nordvelds. Miel. Oh, die begint gelijk met een actie. Hiarie. Weggekopt De Leeuw. Miel. Hens. Vrije trap Twente. Weggekopt door, natuurlijk Bottekin. Duelfout op Ziyech. Burven. Mokotjol. Ja, dat wordt hem voor Castanjos. Tapia. Corona. Hiarie. Mahi. Bewijten goed voetbal. Ja, dat lukt niet altijd. Bilal. Vrije trap. Mahi. Nu dan eindelijk een keer een voorzet. Hendricks. Mahi. Mahi met Santiago Arias, daar is hij nu los van. Mahi, goede actie. Mahi.
Mahi met Santiago Arias. Daar is hij nu los van. Mahi, goede actie zeg. Mahi. En daar is het doelpunt voor FC Groningen. Vier met Santiago Arias. Daar is hij nu los van. Mahi, goede actie zeg. Mahi. En daar is het doelpunt voor FC Groningen. Via Michael de Leeuw. Wat een actie zeg. Met Santiago Arias. Daar is hij nu los van. Mahi, goede actie zeg. Mahi. En daar is het doelpunt voor FC Groningen. Via Michael de Leeuw. Wat een actie. Zeg, is het een wedstrijd met alles erop en eraan. Mahi. Dat is niet zo'n goede voorzet als eerder. Een goede paas af ook op Mahi. Mahi weer met Arias. Nu wint de verdediger. Zijn de rollen omgedraaid. Botteguin laat toch de kaas van het brood eten hier door Josefsson. De blessuretijd zit erop. En dus fluit de scheidsrechter nu af. Mahi. De Leeuw achter. Mahi. Haalt hij. Sherry. Ja, dit is ook vrij van Mahi. Die moest... Mahi, haalt hij. Sherry. Ja, dit is ook vrij van Mahi. Die moest er zitten. Maar hij wacht totdat hij, Sherry, er is. Mahi. Valkenburg. Ziet hij zijn collega in omgekeerde volgorde. Hij met de paas, Mahi met de actie. Mahi. En hij is lang. Met Mahi. Weer naar Mahi. Geen stoute dingen, maar dat ze nou vriendjes zijn geworden, dat kan ik me niet voorstellen. Tegenstrijdige belangen. Mahi. Paal. En dan. Geen stoute dingen, maar dat ze nou vriendjes zijn geworden, dat kan ik me niet voorstellen. Tegenstrijdige belangen. Mahi. Paal. En dan. Heeft een belt. Mahi. Heeft een bijzondere band toch met Thierry. Nu benut hij dat niet. Stefan Kampboom. Sherry. Nu benut hij dat niet. Stefan Kampboom. Overtreding, Mahi. Vrije trappen betekenen tijdwinst voor Groningen. Hij voelt de nederlaag. En dan is deze laatste wedstrijd in deze speelronde dus ook achter de rug. Met Hinkler er nog even bovenop gespeeld. Een beetje geluk. Sherry. Een beetje geluk. Sherry. Kieftenbelt. Het is toch de tweede keer dat hij dichtbij een treffer is. Een beetje geluk. Sherry. Kieftenbelt. Het is toch de tweede keer dat hij dichtbij een treffer is. Haps, Goedel. Goed. Vrije trap AZ. Diarrié, Dalp, Mahi. Nolsen. Huppers. Muren. Hij is met het resultaat van gelijkspelen. Mahi. Goedel. Officieel nu toegevoegd. Goedel. Huppert. Dom.
Verlies. Mahi. Is hij dan de joker? Kruisverdediger. Islamovic en deze Mahi dus nu in de spits. Met De Leeuw kort daarachter. Of erbij. In een ultieme poging om toch nog... Valt hij dan uit een hoekschop? En valt hij dan daar? Nee! Mimo. Mahi weer. Opgekocht door Van Diermen. Varela. Mahi. Zoekt het duel op. Hij schiet zelf. Coutinho. Hoekschop. Doe maar, zegt Gosens voorin. Maar de ruimte ligt aan de andere kant bij Meulens. Fortes. Fortes. Wil misschien iets goed maken. Wordt opzij gezet. Reglementair door Mahi. Dan is Van Hout hier vertrokken. Troeft die Peersman af. Bal valt goed. Mahi. Komt Sparta terug. Komt Sparta terug. Sparta is terug. Sparta is terug via Mahi. 55ste minuut. Wederom aan het elastiek. Maar dat elastiek, dat knapt maar niet bij die Spartanen. Nee, nee. Echt niet. Nog altijd in de race. Nog altijd. Via Peersman, zijn hak. Komt hier Mahi aangelopen en hij passeert. Toch ook heel knap. Haan bij de eerste paal. Geen tijd te verliezen, zegt hij vervolgens, logischerwijs. Sparta, een klein beetje dichterbij. Steenvoorde. Loen. En dat mag niet wat Van Hout doet. Is in de winterstop gekomen, Loen. 23 jaar dus van NEC. Ook Ojo kwam in die periode, want ja, er vertrokken mensen, dus moest Bogers de selectie weer aanvullen. Oh, Haddad, Mahi, eerst het lichaam ertussen denkt hij en dan vertrouwen op mijn techniek en zo is het ook. En Sparta komt op 1-1. Het wordt 1-1 zeg, oh. Dat zal pijn doen bij Haddad, dat zal pijn doen. Je zag het al in deze tweede helft, er was geen rust meer in die ploeg van Harry van den Ham. Ballen werden makkelijk verspeeld. En dit is dan wel het meest erge doemscenario. Gekozen dus in de play-offs voor het collectief. De wil om te overleven. Kwam stevast bovendrijven en goed ook. Daarmee hebben ze dus deze tweede ronde kunnen bereiken. En staan ze nu... Ja, er uitstekend voor. Laat ik het zomaar omschrijven. Dogan. Oh, het is zelfs 2-0. Mahi. Oi, oi, oi. Wat gaat er hier allemaal gebeuren, zeg in de Goffert. Komt er echt een einde aan 20 jaar voetbal in de Eredivisie voor NEC? Ja, zou je zeggen. Ja, dat gaat gebeuren. 0-2 Mahi bij een weifelende Carla Johnson, de doelman. En de eerste mensen, de eerste NEC-supporters, ja, daar zitten ze nog, maar die verlaten toch echt al het stadion.
20 jaar Eredivisie voetbal staat nu echt op het spel. Nu echt met de rug tegen de muur. Mes op de keel. Na deze 0-2 van Mahi Johnson. Die staat daar op zijn dode gemakje op die bal te wachten. Alsof hij vanzelf zo... De bal. Leemans komt als winnaar uit de bus. Dus buskoert. Leemans. Breuer stapt uit. Hermansson. Hakje van Ooyen. Bojevic. Bal blijft binnen. Een verloren bal van de Montenegrijn. Roorda. Bal afgesnoept door Vloed. Het is tekenend voor deze tweede helft. Waarin Sparta dus nauwelijks aan de andere kant komt. En dus ook die spelhervattingen niet krijgt. Wel PSV. Met Leemans. Die heeft een goede linker. Leemans. Hij kiest voor Vloed. En Vloed stuit op Breedijk. Bilate. Kan Sparta door. Twee man voorin. Deekman is er één van. Mahi is de andere. Komt hier de tweede Spartaanse goal. Mahi, hij mag hem niet laten liggen. En dat doet hij ook niet. Sparta komt opnieuw aan de leiding tegen Jong PSV via Mahi. En de assist dus van Donovan Deekman.